The subject of our session is counting. Het onderwerp van onze sessie is tellen. Specifically, the counts that we see in the fourth book of the Torah, the book of Numbers. En specifiek het tellen wat we in het vierde boek van de Torah zien, het boek Numeri. And of course, the very name of the book makes that theme of counting very obvious. En de naam van het boek maakt, maakt het thema voor de hand liggend. I'll note that the ancient Hebrew name of the fourth book of the Torah, in Hebrew, Chumash Pikudim, also means the book of the countings. En hele oude Hebreeuwse naam van het boek betekent ook het boek van het boek van het tellen. So let's begin by considering what we see in the beginning of the book of Numbers, and then try to make some sense out of it. Ja, laten we gaan beginnen en gaan lezen aan het begin van het boek van Numeri. En dan kijken wat we ervan kunnen leren. So of course, the opening verse. God spoke unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tent of meeting, on the first day of the second month, in the second year. En op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar na het vertrek van de Israëlieten uit Egypte, richtte de Heer zich in de Sinaï-woestijn tot Mozes. And this is what he said. Take you the sum. That's the English translation. But a more literal translation would be, as I've written here, lift up the head. Lift up the head of all the congregation of the children of Israel, by their families, by their fathers' houses, according to the number of names, every male, by their polls. En hij sprak tegen hem in de ontmoetingstent en zei, houd onder heel Israël een telling van alle weerbare mannen van 20 jaar en ouder. Tel hen hoofdelijk en schrijf hen met naam en toenaam in, geordend naar geslacht en familie. There's a very obvious question that we can't help but ask, and that is, why is the count specifically of the men? Yes, dus de vraag, waarom specifiek, waarom is de telling gericht op mannen? And the answer becomes clear in the following verse, where we could of course also ask an additional question, why is the count only from age 20 and up? Ja, en vanuit het volgende vers, en waarom is de telling alleen vanaf 20 jaar en ouder? In verse 3 we read, from 20 years old and upward, all that are able to go forth to war in Israel. In vers 3 lezen we dus alle weerbare mannen van 20 jaar en ouder. And that of course clarifies the answer. This is a count of the people who can go forth to war. En daar zit dus ook het antwoord in. Het zijn namelijk de mannen die geschikt zijn om ten oorlog of ten strijde te gaan. Inevitably, in an era in which war was basically hand-to-hand combat, and what decided the outcome was physical might, war was a man's business. En het was dus in die tijd eigenlijk ook echt een oorlog van vuist op vuist, man tegen man. En de uitkomst van de oorlog was dus ook een kwestie van fysieke kracht. So inevitably, the war is something that pertains to the men, and that becomes the reason for the counting.
Dus de oorlog was eigenlijk alleen voor de mannen. En vandaar ook het tellen alleen voor de mannen. And we continue then in the narrative of the Torah. And of course recognize that it was this counting that was done from 20 years old and upward that they did. We read in verse 19, as God commanded Moses, so did he number them in the wilderness of Sinai. En dan gaan we verder. En dan lezen we verder in vers 19. Zoals de Heer het Mozes heeft opgedragen, hij stelde in de Sinaï-woestijn de volgende aantallen vast. Now, besides that initial obvious question, why was it a count of the men from age 20? There is, of course, a much more basic and much more difficult question that we need to ask. En dus naast de vraag waarom het tellen vanaf 20 jaar en ouder, is er nog een vraag die we kunnen stellen. Een vraag die meer basic is en die dieper is om te vragen. And that gives the title to this session, Counting the People. For whom and for what? En dat gaat over de titel van deze sessie. Dus het tellen van de mensen. Voor wie en waarvoor? To sharpen the question, let's at the very least appreciate at the outset what is not going to be an answer to the question of for whom. En om de vraag wat scherper te maken, gaan we in ieder geval kijken naar wat het antwoord niet is voor wie. This is going to be obvious to us all. It's not a count for God. En het is dus duidelijk, het is niet een telling voor God. God knows the numbers without our counting them for him. God weet onze aantallen zonder dat wij voor hem moeten gaan tellen. So inevitably the count is not for him, therefore it must be for us. Dus het tellen was niet voor hem, dus dan zou het voor ons moeten zijn. Now that doesn't answer the question, if anything, it just makes it more difficult. En dat voegt niks aan de vraag toe, of geeft ook geen antwoord, het wordt alleen moeilijker daarvan. Because then we need to ask ourselves again, for what? What is the purpose of this count? En dus dan stellen we de vraag, waarvoor? Wat is het doel van de telling? And before we attempt to answer that question with respect to Numbers chapter 1, we need to take a couple of steps backward and appreciate just how essential asking this question is. En voordat we gaan proberen om deze vraag te beantwoorden, moeten we een paar stappen terugnemen en gaan we kijken hoe essentieel deze vraag eigenlijk is. Counting doesn't only strike us, based upon what we read in Exodus chapter 30, as unnecessary. It strikes us as potentially even dangerous. Ja, en tellen is dus niet alleen dan eigenlijk onnodig, maar zou ook nog gevaarlijk kunnen zijn. We read in Exodus chapter 30, in verse 12, when you take the sum, and again, that's literally when you lift up the head of the children of Israel, according to their number, then shall they give every man an atonement for his soul unto God when you number them. En dan lezen we Exodus 30, vers 12. Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de Heer losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. Now that in itself is telling us that there is a need for an atonement, implying that
Without that atonement, things could be bad. Ja, dat zegt ons dus dat er een soort lossing betaald moet worden. En dat het dus zonder die lossing, dat het dus slecht is. And indeed, in the continuation of the verse, that becomes very clear. That there be no plague among them when you number them. En ja, er wordt dus verder, wat er dus in die vers wordt het duidelijk dat er even kijken hoor, dat er dus geen plaag, geen noodlot onder hun komt. That the plague can result from the counting. En dat is dat het resultaat, de plaag dus het resultaat is van het tellen. So counting can be a frightening thing to do. Dus tellen kan behoorlijk slecht zijn om te doen. Now we're going to still have to understand what the solution is that God gives us. In verse 13, this shall they give, everyone that passes among them that are numbered, half a shekel after the shekel of the sanctuary, the shekel is 20 geras, half a shekel for an offering to God. Ja, en dus, er staat dus in vers 13, voor de gedeelte van de oplossing. Dus ieder die meegeteld wordt, moet een halve shekel betalen volgens het eikgewicht van het heiligdom. 20 gera per shekel. De heffing voor de Heer bedraagt de helft daarvan. Now this is what is identified in verse 16 as the atonement money. En dit is dus wat geïdentificeerd wordt met het losgeld in vers 16. What is it for? Waar is het voor? That we see in Exodus chapter 38. En dat gaan we zien in Exodus hoofdstuk 38. What did they do with this money that was collected? En wat gingen ze doen met het geld waar het werd verzameld? It amounted to 100 talents of silver. Het bedroeg dat de Israëlieten hadden afgedragen bedroeg 100 talenten van zilver. And what these talents of silver were used to do was to make the sockets of the sanctuary. En het zilver, die zilveren talenten, die werden gebruikt voor het gieten van de voetstukken van het heiligdom. Now, what are these sockets? The sockets, the vertical beams of the walls of the sanctuary, had two arms coming out of them that went into two adjacent sockets. Sockets made out of silver that stood on the ground. Dus de voetstukken, dat waren dus als een soort fundament voor de houten palen die verticaal omhoog stonden. Ik denk dat het beste omschreven is zo. The number of beams of the sanctuary, without getting into the details of the arithmetic, was 48. Two sockets per beam is 96 sockets, and for the curtain between the holy part of the sanctuary and the holy of holies had four pillars with one socket apiece. So that's how you get to 100 sockets made out of these 100 talents of silver. Ja, dus er waren dus in de 48 palen waren er aanwezig. En er waren dus twee gietstukken per paal. Dus er waren 96 gietstukken in totaal. En er waren dus nog vier pilaren die de scheiding waren tussen het heilige der heiligen. En daarvoor waren dus ook nog 8 gietstukken nodig. Dus in totaal waren er dus meer dan 100 gietstukken nodig. So, when we consider what the purpose of the counting was in Exodus chapter 30, it's obvious. The counting was in order to be able to complete the building of
the tabernacle to make these sockets upon which the whole tabernacle was standing. Ja, dus het doel van de telling was dus, ja, was dus het verkrijgen van dit zilver, wat dus ja, nodig was voor het maken van de tabernakel. En ja, dus eigenlijk ook het fundament van de tabernakels, dat die dus omhoog kon blijven staan. So, first conclusion is you don't count for nothing. Only when there's a good reason for counting. Dus de eerste conclusie is dat je niet voor niets telt, maar dat er dus echt een doel voor is. And of course, when we go back to our chapter, Numbers chapter 1, we can understand very well how the counting is indeed something justified. Ja, en als we dus teruggaan naar nummer 3 hoofdstuk 1, dan zien we dus ook dat de telling gerechtvaardigd wordt. It is to determine how many people there are to go out to war. Ja, om te bepalen dus hoeveel mensen er zijn die ten strijde kunnen trekken. Now of course, you could very well argue, but wait. God knows how many people there are anyway. Why do we have to make the count in order to prepare for the inevitable battles that will take place once the nation of Israel enters the land of Israel? Ja, dus je zou nog kunnen zeggen van God weet hoeveel mensen er zijn die ten strijde kunnen trekken. Waarom zouden we dan überhaupt moeten gaan tellen voor het aantal mensen die ten strijde kunnen gaan trekken voor de onvermijdelijke oorlog die eraan staat te komen als het volk Israël, het land Israël wil ingaan? And the only answer that we should be offering here, even though I realize it may sound very trite, is God doesn't work that way. Ja, en het is het antwoord hierop is dus God werkt niet op zo'n manier. That is, we're not coming to explain how God sets up the world, as we read in Isaiah chapter 55, verse 8. My thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says God. Ja, het is dus niet aan ons om te kijken hoe God de wereld omhoog zendt. Zoals we kunnen lezen in Jesaja 55. Excuse me for one moment. Jesaja 55 vers 8. Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. But what we can certainly observe is that God bids us to take an active role in the world. Wat we wel dus kunnen zien is dat God ons een actieve rol toebedeelt in deze wereld. Maybe a good example to illustrate this point is the first clearly spiritual act that God does is, as we read in Genesis chapter 2, verse 3, God hallowed the Sabbath day. He made it holy. En dus wat we dus kunnen lezen is de eerste spirituele daad, die kunnen we lezen in Genesis hoofdstuk 2, vers 3. Dus God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig. So why then, in Exodus chapter 20, verse 7, do we read that God instructs us to remember the Sabbath day, to sanctify it, to make it holy? Didn't he already make it holy? En waarom zegt God dan in Exodus hoofdstuk 20, vers 7, houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. Dus in het Engels, remember, onthoud de zevende dag. And again, of course, our answer. God made it holy. But the greatest gift that God gives us is to empower us as his junior partners. He bids us to sanctify the Sabbath as well. Ja, God die heeft het dus heilig gemaakt, maar dus het grootste geschenk wat God aan ons geeft, is dat hij ons als mensen een junior partner van hem maken,
Dus ons laat meedoen en het ook de zevende dag ook heilig maken, apart zetten. And make no mistake that this is indeed the greatest gift. En vergis je niet, dit is de grootste gave. God does not treat us as if we are a bunch of immature, irresponsible children, and he needs to do everything for us. He empowers us and gives us a role to play. En God die behandelt ons dus niet als een stel kinderen, zeg maar, onvolwassen. Maar hij geeft ons de kracht om dus als verantwoordelijke mensen mee te doen met hem. Sometimes we may indeed behave like a bunch of immature, irresponsible children. Ja, soms gedragen we ons wel zo als onvolwassen kinderen. But that's not because we can't choose better. That's because we didn't choose better. Ja, maar dat komt niet omdat we niet de keuze hebben dat we niet beter kunnen, maar dat is omdat we gekozen hebben om het niet beter te doen op dat moment. So going back to Numbers chapter 1 and the count in order to establish an army. En nu gaan we terug naar Numeri hoofdstuk 1 en naar de telling om een leger te verzamelen. This is indeed because God gives Israel a job to do upon entering into the land of Israel. En dit is inderdaad zodat God de Israëlieten een taak geeft om het land Israël in te gaan. Even though we read in Deuteronomy chapter 9, verse 4, that it is for the wickedness of these nations that God drives them out before you. En desondanks lezen we in Deuteronomium hoofdstuk 9, vers 4. Omdat die volken zo slecht zijn, dat hij ze voor u verdrijft. Still and all, he tells us, he's driving them out, but we need to go in to fight them. Dus hij zegt ons dat hij ze uitdrijft, maar wij moeten binnengaan om ze te verdrijven. The mission, then, that justifies the count, is first and foremost to ready yourselves for battle. Dus de missie voor de telling is dus in de eerste plaats om je voor te bereiden voor de strijd. And of course, it's important for us to remember here that this is the stage at which Israel is completing its camp at Mount Sinai, which was for almost a year. And now it's ready to go forward, to enter into the promised land. Het is dus belangrijk om even te zien dat dus Israël hier aan het voltooien is, aan het eindigen is hun kamp bij Mount Sinai, bij de berg Sinai. En dat ze dus klaar worden gemaakt om het land in te gaan. Before the sin of the spies, which we'll note in another few minutes, the plan was to go right into the land, not to wait 40 years. Dus voor de zonde van de spionnen, waar we zo meteen zullen komen, was dus het plan om gewoon het land binnen te gaan en niet 40 jaar te wachten. Now we should note there is also an additional purpose served by the count. En we moeten nog opmerken dat er nog een doel is voor de telling. Nog een tweede doel. And this is what we read in Numbers chapter 2. Dit lezen we in Numeri hoofdstuk 2. In verse 2 of chapter 2. The children of Israel, the people of Israel, shall encamp by their fathers' houses, every man with his own standard according to the ensigns. A good way off shall they encamp round about the tent of meeting. Wanneer de Israëlieten hun tenten opslaan, moeten ze dat doen rond de ontmoetingstent, op enige afstand ervan, ieder bij zijn eigen vaandel en bij de herkenningstekens van zijn familie. And within follows is a very detailed accounting
on the east side, three tribes under the standard of the camp of Judah. On the south side, three tribes under the standard of Reuben. On the west side, three tribes under the standard of Ephraim. And on the north side, three tribes under the standard of Dan. En nu volgt een gedetailleerde telling, zeg maar. Aan de oostzijde moeten ze zich verzamelen onder de afdeling van Juda. Drie stammen. Even kijken. One second, please. We'll just summarize. That is three tribes on each side. It's not so important for us right now. Drie stammen aan iedere windstreek moesten zich verzamelen onder vaandels. In the Torah, there is a detailed accounting of how many people are on each side. We don't include that here because of considerations of length. Ja, in de Torah staat dus een exacte telling van hoeveel mensen er bij de stammen horen. But here again, this is part of the mission that God gives Israel, to encamp as he bids them, round about the camp and round about the tent of meeting, and again to prepare for entry into the promised land. Ja, dit gebeurt dus in opdracht van God om dus tenten rondom de ontmoetingstent te zetten. En om ze zich dus voor te bereiden op het binnentreden van het land. So, these are the obvious reasons that there is a need for a count at the beginning of the Book of Numbers. Ja, dus dit zijn de voor de hand liggende redenen voor de telling. Dus aan het begin van het boek van Numerie. And we'll note, this is after all the book of Numbers, the second time that we have a count, which is in Numbers chapter 26, it's really for the same reason. En we zitten dus in het boek van Numeri en de tweede telling, dat is in hoofdstuk 26, die is voor dezelfde reden. That is, this is after the sin of the spies and the death of that generation. And once again, it is to take the sum, literally to lift up the head of all the congregation of the children of Israel from 20 years old and upward, all that are able to go forth to war in Israel. Same idea. En er is dus na de zonde van de spionnen en na die generatie, en dan staat daar dus, houd onder heel Israël een telling van alle weerbare mannen van 20 jaar en ouder en tel hen per familie. Er is dus hetzelfde idee. In this count, there is the additional purpose of the count that is expressed in verse 53. Unto these, the land shall be divided for an inheritance according to the number of names. En hier is nog een tweede reden erbij, en die zien we in vers 53. En het land moet onder deze stammen verdeeld worden overeenkomstig het aantal ingeschrevenen. So, in this count, there's also the emphasis of entry into the land of Israel and the division of the land among the people. En dus in dit vers wordt dus eigenlijk uitgelegd en verteld dat de telling dus ook belangrijk is voor de verdeling van het land zelf onder de mensen. Again, could God do this on his own? Opnieuw de vraag, kan God dit doen in zijn eentje? Obviously, the answer is yes. En de voorhand liggende antwoord is ja. But God doesn't work that way. Maar God werkt niet zo. Now, it is, after considering those examples, that I think it is particularly instructive, although terrifying. En dus nadat we deze voorbeelden hebben gezien, is het dus heel instructief, maar ook angstaanjagend. For us to consider
another count, a count that took place in the time of King David. En we gaan nu nog een andere telling bekijken, telling die in de tijd van koning David was. We read of this in the very last chapter of the book of Samuel, that is the second book of Samuel, chapter 24, and very similarly, likewise, in the first book of Chronicles, in chapter 21. En we lezen dit, deze telling lezen wij in het laatste boek van Samuel, namelijk 2 Samuel 24. En gelijk hetzelfde telling in Kronieken, hoofdstuk 21. You see the selection from the book of Chronicles here before us, beginning with chapter 21, verse 2. Ja, en we zien dus hier hoofdstuk 21 van Kronieken voor ons. We beginnen bij vers 2. And David said to Joab and to the princes of the people, go number Israel from Beersheba even to Dan, and bring me word that I may know the sum of them. En de koning zei tegen Joab en tegen de bevelhebbers van het leger, houd in Israël een volkstelling van Dan tot Beersheba en breng mij de uitslag. What was the purpose of this count? En wat was het doel van deze telling? There is no purpose stated here. En er staat hier geen doel vermeld. Now, whether what was wrong was that the count was not done with the atonement offering, the money that each person would give for the count, whether that wasn't done, or simply doing a count for no reason was what was wrong. This was not what God had allowed in counting. Ja, dus God had dus op deze manier niet toegestaan tot tellen. Of het nou lag omdat er dus geen lossing werd gegeven hier. Of omdat ze dus uit zichzelf hebben gedaan. Maar ja, op deze manier was het dus niet zoals God dat wilde. And Joab clearly had misgivings about this. We read in verse 3 that he said, may God make his people 100 times so many more as they are, but my lord the king, are they not all my lord's servants? Why does my lord request this thing? Why will he be a cause of guilt unto Israel? Very ominous words. We lezen vers 3. Joab antwoordde, al zou de Heer zijn volk nog 100 maal zo groot maken als nu. Mijn Heer en Koning, het blijven allen dienaren van mijn Heer. Dus waarom wilt u dit? Waarom zou u schuld op Israël laden? Dus beladen worden hier. In vers 4, nevertheless, the king's word prevailed against Joab. And he went and committed this count. In vers 4, maar het woord van de koning was wet, dus ging Joab op weg. Hier ging hij dus toch tellen. And we read of how the count was done, that Joab didn't complete the count because he didn't number two of the tribes, Levi and Benjamin. En als we dan lezen we dus verder hoe dat verder gaat, die telling. En dat hij dus eigenlijk ook de telling niet voltooid, omdat de twee stammen niet worden meegeteld, namelijk Levi en Benjamin. But nevertheless in verse 7, and God was displeased with this thing. Not the fact that Joab didn't complete the count, but rather the count in the first place. Therefore he smote Israel. En in vers 7 lezen we, het was slecht in Gods ogen dat dit gebeurd was. Niet omdat het niet voltooid was, maar omdat het dus ja, in de eerste instantie al gedaan werd. En daarom strafte hij Israël. In vers 8, and David said unto God, I have sinned greatly.
in that I have done this thing. But now put away, I beseech you, the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. In vers 8 lezen we dan, hierop zei David tegen God, ik heb ernstig gezondigd met mijn daad. Vergeef uw dienaar zijn zonde, want ik ben dwaas geweest. Sincere words, but sometimes when we wake up, it's just too late. Dus gemeende woorden, maar soms als we wakker worden, is het al te laat. And in verse 9, God spoke unto Gad, David's seer, saying. En in vers 9 lezen we, de Heer sprak tot God, de ziener van David. You have a choice of three things. Je hebt een keuze uit drie dingen. And they're all dire. En die zijn alle drie slecht. Verse 12, either 3 years of famine, or 3 months to be swept away before your enemies, while the sword of your enemies overtakes you, or else 3 days, the sword of God, even pestilence, in the land, and the angel of God destroying throughout all the borders of Israel. Dus van vers 12. 3 jaar hongersnood. 3 maanden voortdurend belaagd door het zwaard van je tegenstanders. Opgejaagd worden door je vijanden. Of 3 dagen getroffen worden door het zwaard van de Heer. De pest in het land. Een engel van de Heer die in het hele gebied van Israël dood en verderf zaait. And in verse 13, David said unto God, I am in a great strait. Let me fall now into the hand of God, for very great are his mercies, and let me not fall into the hand of man. En vers 13, David antwoordde, ik ben in het nauw gedreven. Liever val ik in de handen van de Heer, wiens mededogen zeer groot is, dan dat ik in mensenhanden val. Falling into the hand of God meant the sword of God, pestilence, in the land. And in verse 14, God sent the pestilence upon Israel, and there fell of Israel 70,000 men. En dat betekende dat hij in de handen van God wilde vallen, de pest in het land. En de Heer liet in Israël de pest uitbreken. 70,000 Israëlieten vonden de dood. All this because counting is a very dangerous thing to do. En dit alles omdat de telling dus een heel gevaarlijk ding is om te doen. It brings the punishment of God when it is done inappropriately. Het brengt dus straf van God als het dus niet op de juiste manier gebeurt. But we stress the problem is not the count. The problem is, why are you counting? Ja, dus het probleem is niet de telling op zichzelf, maar het probleem is waarom de telling. That realization is inescapable when one considers that just 2 chapters later, David is doing a count again. Ja, en dit realiseren is als we dus lezen in is onvermijdelijk. Als we lezen in hoofdstuk 23, dan zien we dus dat David weer opnieuw gaat tellen. In chapter 23, verse 2, he gathered together all the princes of Israel with the priests and the Levites. And in verse 3, he counts them. He counts them from 30 years old and upward. Ja, in vers 2 lezen we nadat de leiders van Israël en de priesters en levieten bijeengeroepen gehad. Werden alle mannelijke levieten van 30 jaar en ouder hoofdelijk geteld. Ah, but this was not counting for nothing, as becomes clear from verse 4 and on. Maar dit was niet zomaar tellen, zo wordt duidelijk in vers 4 en verder. 24,000 were to oversee the work of the house of God. 6,000 were officers and judges. 4,000 were doorkeepers.
4,000 praised God with the instruments that I made to praise therewith. 24,000 van hen kregen de verantwoordelijkheid voor de eredienst in de tempel van de Heer. 6,000 werden aangesteld als griffiers en rechters, 4,000 als poortwachters en 4,000 kregen de taak de lofzang voor de Heer te begeleiden. And of course, there's no record here that anything bad happened because of the count. The count isn't the problem, it's the reason for the count that's crucial. En hier zien we dus dat er hier niks slechts is aan het tellen. Hè? Dus het tellen op zich is dus niet het probleem, maar waarom je telt, dat is cruciaal. Before we leave this section of the Book of Chronicles for now, there's one additional dimension that I'd like to stress in the first Book of Chronicles, chapter 27. Ja, voordat we dit boek Chronieken weer verlaten, wil ik nog één ding benadrukken. En dat vinden we in hoofdstuk 27. In verse 23 we read that David took not the number of them from 20 years old and under, because God had said he would increase Israel like the stars of heaven. En David telde de personen onder de 20 jaar niet mee, want God had beloofd dat hij het volk van Israël even talrijk zou maken als sterren aan de hemel. Now, in verse 24 we read again, Joab the son of Tsruiah began to number, but finished not. We saw he did not count the tribes of Benjamin and Levi, and still there came wrath for this upon Israel. In vers 24 lezen we dus dat Joab begonnen was met tellen, maar dus niet had, had afgemaakt vanwege de stammen van de Levieten en Benjamin. En de daar dus de ellende over het volk Israël kwam, de toorn van God. And you know, inevitably, the theme that we see in verse 23, that God said he would increase Israel like the stars of heaven, further increases our question, why count when God says he'll increase us like the stars of the heavens? Ja, en dus het thema dat hij Israël zo rijk zou maken, zo talrijk zou maken als sterren aan de hemel, rijst dus de vraag, waarom zouden we überhaupt tellen, omdat God ons zo talrijk zou maken als sterren aan de hemel. In a similar way, although with a different metaphor, we read in the second chapter of Hosea in verse 1, yet the number of the children of Israel will be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered. So that's the ideal. Ja, we lezen dus hetzelfde idee in Hosea hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, vers 1. Maar eens zullen de kinderen van Israël talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, die niet te meten zijn en niet te tellen. So of course, once again, we'll emphasize, counting, if there isn't a good reason, is certainly something we don't do. Ja, dus we willen dus benadrukken, zeg maar, tellen, als er dus geen specifieke reden is, is het dus niet iets om te doen. And counting, when it isn't necessary, can also be disastrous. En tellen, als het dus niet nodig is, kan dus ook rampzalig zijn. But you know, this is something that we still need to probe further. What's the problem with the counting? Ja, we gaan hier toch even nog iets dieper op in. Wat is dus het probleem met tellen? And I think inevitably we need to appreciate, whenever you count someone or something, you make that person or that thing count. You make it significant. Ja, dus we willen benadrukken dat als je dus mensen gaat tellen, dan wordt die persoon, dan telt die dus mee, dan maak je hem dus belangrijk. When someone is counted, that person necessarily stands out. Can you repeat, please? When someone is counted, then that person necessarily stands out. Ja, dus als iemand geteld wordt, dan betekent dat dus dat die persoon eruit steekt, als het ware.
If you're standing outside in an open field and there is a lightning storm, the last thing you want to do is to stand up. Ja, als je dus in een open veld bent en er komt een onweersbui aan, dan is het laatste wat je wilt doen is omhoog gaan staan. When you, a person is sticking up in that open field, he becomes a very likely target for the lightning. Ja, als hij dus gaat opstaan, dan wordt hij dus een doel voor de bliksem. To take another illustration of the same idea as we see it in the second book of Kings in chapter 4. Ja, en nog een illustratie met hetzelfde idee zien we in Koningen 2, hoofdstuk 4. You may recall the story of the Shunammite woman, the woman from Shunem, who extended very lavish hospitality to the prophet Elisha. En jullie weten misschien nog wel het verhaal van de vrouw uit Shunem, waar het verhaal gaat met de profeet Elisha, die dus wat vijandig tegenover hem stond. And she has the idea to make a little chamber for him with a bed and a table and a stool and a candlestick, so he'll have everything that he needs. Oh, en ze, waarschijnlijk heb ik iets verkeerd verteld, dat is niet zo vijandig. Ze heeft dus het idee dat om hem dus te voorzien van de kamer en van allerlei dingen die hij nodig heeft. And indeed, we read that when Elisha came to this area of Shunem, he would come to this chamber that she had prepared for him, and that's where he would be able to rest. That's where he would be able to set up his temporary lodgings. Ja, en als hij dus weer in de streek van Shunem kwam, dan ging hij dus naar die ruimte en dan kon hij dus eigenlijk min of meer zijn kamertje daar maken. So of course he feels a tremendous debt of gratitude to her. Dus hij was enorm dankbaar naar die mevrouw. And he bids Gehazi, his servant, to say to her. En hij zei dus tegen Gehazi, zijn dienaar, om tegen haar te zeggen. In verse 13, behold, you have been careful for us with all this care. What is to be done for you? Would you be spoken for to the king? Or to the captain of the host? Vers 13. Vraag haar wat we voor haar kunnen doen. In ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten? Of bij de bevelhebber van het leger? Now the truth is, I don't know if when Elisha is speaking of the king and the captain of the host, he means the king of Israel and the captain of his host, or the king, God, and the captain of his host. Ja, om eerlijk te zijn, weten we even niet of het hier gaat om de koning van het land en zijn dienaren, of de koning, zeg maar God. Obviously, Elisha had connections with both of them. Ja, duidelijk wordt dus wel dat Elisha dus connecties had met beiden. But it's very interesting for us to consider her answer. Her answer, I dwell among my own people. Maar haar antwoord is heel interessant. En haar antwoord is, ik leef te midden van mijn eigen volk. Meaning, thank you very much for offering to intervene on my behalf. En dat betekent, bedankt voor dat je iets voor mij wilt doen. But the moment you intervene on my behalf, I stick out. I stand up. Maar op het moment dat je dus wat voor mij wil doen, dan steek ik er dus uit. Net zoals die persoon in het veld. I'd rather just dwell among my people. Thank you, but leave me alone. Ik ben dus liever onder mijn eigen volk en bedankt, maar het is goed. And I think this also helps us to understand what we mean by the dangers of counting.
En dit helpt dus ons ook te begrijpen, zeg maar, wat er wordt bedoeld met de gevaren van het tellen. In God's court, we realize that none of us is blameless. Ja, als we voor Gods rechterbank staan, dan realiseren we ons dat niemand van ons schuldeloos is. As we read in Ecclesiastes chapter 7, verse 20, there is not a righteous man upon the earth who does good and does not sin. En ja, als we dus lezen in Prediker 7, vers 20. Want er is geen rechtvaardige man over de aarde die goed doet en niet zondigt. So, we always, in standing before God in judgment, feel a little bit, more than a little bit, scared. Dus als we voor God komen te staan in zijn gerechtshof, dan voelen we ons dus bang, angstig. On the one hand, God is the righteous judge. Dus aan de ene kant, God is dus de rechtvaardige rechter. He judges in truth. En hij spreekt recht in waarheid. But God is also the patient judge, full of long-suffering patience. Maar God is ook een heel geduldige rechter. Vol dus met lijdend geduld, als het ware. So, very often, maybe for the most part, we are the beneficiaries of what we call in English a suspended sentence. Ja, dus meestal is het, als ik het goed begrijp, in ons voordeel, wat er dan in het Engels wordt benoemd, maar voor een uitgestelde straf, als het ware. That means we're not acquitted, but that God gives us a chance, a second chance, a third chance, many chances, before actually executing judgment. Ja, dus we worden niet gekwijt, maar God die geeft ons dus 2, 3, 4, dus misschien wel een boel kansen om voordat hij dus eigenlijk zijn recht spreekt, voordat de problemen komen. Zeg. Except that there are circumstances that, so to speak, force the judgment to come immediately. Ja, er zijn dus ook omstandigheden die als het ware kunnen gebeuren waar dus de straf van God direct eigenlijk over wordt afgeroepen. When you attract attention to yourself, you attract judgment upon yourself. Ja, als je dus de aandacht op jezelf vestigt, dan richt je dus ook het oordeel over jezelf, als het ware. And indeed, that's undoubtedly why in the Torah, the expression that our translation keeps on translating as taking the sum, literally in the Torah is, in the Hebrew, tisa et rosh, lift up the head. Ja, en wat we dus lezen is wat er dus eigenlijk steeds terug was gekomen. Als er dus staat dat er een telling moet komen, dan betekent wat er letterlijk staat in het Hebreeuws is dus richt op het hoofd. Of til je hoofd omhoog. Dat is eigenlijk wat er letterlijk staat. When you stick up, then you need the atonement offering for your soul before God, because you're attracting God's judgment. Ja, als je dus dat doet, als je dus opstaat als het ware, dan heb je dus die lossing heb je dan dus nodig, omdat je dus dan de aandacht trekt van God, als het ware, en de gerechtigheid. What is the solution? What is the atonement? En wat is de oplossing? Wat is de lossing hiervoor, het losgeld? Contributing the half shekel coin.
Ja, het bijdragen van de halve shekel munt. What's significant, of course, is it's not something whole. You need to be together with someone else in order for it to become something whole. Ja, het is dus niet heel, maar half. En je moet dus eigenlijk samen zijn met iemand anders erbij om het één geheel te maken, dus één hele munt. It's kind of the antidote for sticking out as an individual. That through this, you come together with others. Ja, dit is eigenlijk het tegengif voor... Ja, omhoog staan, zeg maar, en het op je af laten roepen, is dus dat je God tegemoet treedt samen met iemand anders, dat er dus iemand anders bij betrokken is. Indeed, we should note that the word that is translated as an atonement in the Hebrew, kofer, means something that covers over. En staat voor bij lossing, zeg maar, of losgeld. In het Hebreeuws, kofel, is dus, dus een soort bedekking, zeg maar, vertaald. It is, so to speak, a shield against sticking out too much. Een soort schild die jou beschermt tegen het bovenuit steken. What's of course also significant, as we read in Exodus chapter 30, verse 15, is the rich shall not give more and the poor shall not give less than the half shekel. Ja, het is significant is dat de rijken dragen als losgeld voor hun leven niet meer af dan een halve en armen niet minder. The atonement for sticking out is something that makes everyone the same, that puts everyone together. Dus de lossing voor het, ja, het uitsteken, als het ware, ja, maakt dus iedereen hetzelfde, dus voor iedereen gelijk. And likewise, that from these half shekels, everything is put together into these 100 talents of silver that make the base of the entire tabernacle. Again, bringing everyone together rather than standing out and standing apart. Ja, dus zeg maar, ja, het doel, zeg maar, van daarvan was dus het fundament van de tabernakel, om dat te realiseren. En daar had je dus iedereen samen voor nodig en niet dus alleen maar één iemand die eruit steekt. Now again, this is because anytime there's a count, it's always lifting up the head. You stand out. Ja, dus iedere keer als er een telling is, hè, dus dan betekent dat dus dat je hoofd omhoog, dat je hoofd omhoog steekt, letterlijk. Dus dat je dus eruit steekt. And this is the expression that we find repeatedly. Every time it is taking the sum, it's always lift up the head. In Numbers chapter 1, in Exodus chapter 30, in Numbers chapter 26, always the same expression. Ja, dus het letterlijk vertaald het omhoog tillen van je hoofd, zeg maar, komt dus letterlijk iedere keer weer terug in nummer 26. En ja, de hoofdstukken die we net zeg maar behandeld hebben, het begin daarvan, komt het iedere keer, ja, hetzelfde weer terug. But then, returning to our starting point, the question inevitably still is, so why do this? Since we recognize the count isn't for God, it's for us, well, who needs sticking up? Ja, dus om terug te gaan naar het startpunt, de vraag van waarom doen we dit? Als het tellen dus niet voor God is en niet voor onszelf, waarom ons dan omhoog richten? It seems just to be bad. Excuse me, can you repeat? It seems like sticking out is just bad. Ja, het lijkt erop dus dat eruit steken of erbovenuit steken, dat het dus slecht is. And it's important for us to appreciate that that would be a very, very grave misunderstanding. En dat is dus een ernstige misvatting. We find the same expression of lifting up the head
appearing in an earlier passage in the Torah, and here it actually literally means lifting up the head. En we komen die uitdrukking komen we dus nog meer tegen in het en eerder in de Torah, en daar betekent het ook letterlijk je hoofd omhoog doen, je hoofd omhoog steken. In Genesis chapter 40 we read of the dreams that Pharaoh's butler and baker present to Joseph. Ja, in Genesis 40 lezen we dus de droom, over de droom van de farao en zijn butler, in de droom van Jozef. And after Joseph hears the dream of the butler, he explains, within 3 days, Pharaoh will lift up your head. Lift up your head, meaning he will take an accounting of you and restore you to your office, and you will give Pharaoh's cup into his hand, like the former manner when you were his butler. Ja, en als hij dus bij Jozef komt, dan legt Jozef dus uit. Over 3 dagen zal de farao u een hoge plaats geven, letterlijk dus omhoog richten, zeg maar, een hoge plaats geven en in uw ambt herstellen. En dan zult u farao zijn beker weer aanreiken zoals voorheen, toen hij zijn schenker was. So, obviously here, being the one whose head is lifted up, is very good. It's as good or even better than it was before. Ja, en hier zie je dus dat als je dus omhoog wordt gericht, dat het dus eigenlijk heel goed was, of zelfs nog beter dan daarvoor was. Except in verse 19 we read about the baker, and Joseph's interpretation of his dream is also that within 3 days, Pharaoh will lift up your head. Except in this case, he will lift up your head from off of you. And hang you. Vers 19 lezen we dus ook het over het omhoog richten. En Jozef legt dit dus uit. Can you please repeat the last part? He will lift his head from off of you, your head, from off of you and hang you. Ja, dus dat het je hoofd kost, als het ware. Op die manier. And this isn't merely an accident of the translation. In the Hebrew, it's exactly the same expression. En het is dus geen ongelukkige vertaling, maar in het Hebreeuws is het dus dezelfde uitdrukking. And indeed, we read in verse 20 that Pharaoh lifted up the head of the chief butler and the head of the chief baker among his servants. En in vers 20 lezen we dus, zowel de schenker als de bakker gaf hij in het bijzijn van zijn dienaren een hoge plaats. And lifting up the head of the butler meant he restored him back to his butlership. And lifting up the head of the baker meant he hanged him. Ja, en voor de schenker betekende dus dit dus dat hij werd hersteld in zijn vorige functie. En voor de bakker betekende dit dus dat hij werd opgehangen, werd onthoofd. So standing out is a tremendous opportunity. Dus eruit steken, dat is dus eigenlijk een geweldige kans. Just something that we've noted many times in the past. Anything that is a great opportunity from God is also automatically a great responsibility. Zoals we in het verleden veel vaker hebben gezien, is dus een grote belangrijke kans van God betekent ook een hele grote verantwoordelijkheid. We read with the same expression in Psalm 83 verse 3. We lezen dezelfde uitdrukking, lezen we in Psalm 83, vers 3. Lo, your enemies, God, are in an uproar, and they that hate you have lifted up the head. They're standing out. Uw vijanden zijn in opstand. En zij hebben zich opgericht. They're standing out to their ruin.
ja, ze hebben zich dus opgericht in hun eigen, als het ware, hun eigen ondergang. Indeed, in the same vein, in Numbers chapter 14, immediately after the sin of the spies. En in Numeri hoofdstuk 14, direct na de zonde van de spionnen. We read the punishment in verse 29. Lezen we de straf in vers 29. Your carcasses shall fall in this wilderness, and all that were numbered of you, according to your whole number, from 20 years old and upward. 29. Hier in de woestijn zullen jullie lijken liggen, de lijken van allen die ingeschreven zijn, allen van 20 jaar en ouder, niemand uitgezonderd. You were counted. Ja, je was geteld. You count. You're significant. Dus je telt en je bent belangrijk. You had the opportunity. Je had de kans. You bear the responsibility. En je draagt de verantwoordelijkheid. It's not the count that kills. Het is niet de kans die doodt. In verse 30 we read, save Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun, they will not die. Even though they were counted. En in vers 30 lezen we. Met uitzondering van Caleb en de zoon van Jefun. En Joshua, de zoon van Nun. Ja. Because they bore their responsibility. Ja, zij waren wel geteld. Maar en zij droegen dus ook hun verantwoordelijkheid. The count doesn't kill. The sin kills. Dus de telling doodt niet. Maar de zonde die doodt. And indeed, we read explicitly in Numbers chapter 26, same idea, that when the second count takes place, there was not a man of them were numbered by Moses and Aaron the priest, because they all died, except Caleb and Joshua. En in Numeri 26, vers 64, lezen we, onder hen bevond zich niemand van degenen die door Mozes en priester Aaron waren ingeschreven in de Sinaï-woestijn. De Heer had gezegd dat ze allemaal in de woestijn zouden sterven. In a similar vein, recognizing that when the head is lifted up, it's an opportunity and a responsibility, we turn back to the Book of Chronicles. Dus hiermee in gedachten, zeg maar, dat, is dat omhooggerichte verantwoording is, dus een kans is en verantwoording is, gaan we terug naar Kronieken. In Chronicles 1, in chapter 29, in verse 11, when King David is blessing God, he says, yours, O God, is the greatness and the might and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is yours. Excuse me for one moment, please. Dus in 1 Kronieken, hoofdstuk 9, hoofdstuk 1, vers. Ja, Kronieken 1, hoofdstuk 29, vers 11 lezen we. U, Heer, bent groot en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe. U bezit het koningschap en heerschappij. Roem en rijkdom zijn vanaf u. Zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht. U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij u. Except that last line is of questionable translation. That is, as you can see, one way of translating the words in the Hebrew is you are exalted as head above all. Ja, dus in die laatste regel is dus de vertaling wat twijfelachtig. U, Heer, bent groot en machtig, vol luister.
That is a possible translation, but the Hebrew is very similar to the expression that we saw with respect to the lifting up of the head. So we could render this as, yours is the lifting up of every head. Ja, in het Hebreeuws is dus de tekst bijna gelijk als waar we lazen in het omhoog liften van je hoofd. Dat lezen we hier dus ook. Dat zou er ook een vertaling kunnen zijn als het omhoog liften van ieders hoofd. I think the second translation in context makes more sense. Meaning, it is in your domain, God. All lifting up of heads is yours. You give that opportunity, and then it becomes our responsibility. Ja, dus het omhoog liften van je hoofd is eigenlijk een betere vertaling, omdat het dus een kans geeft en een verantwoordelijkheid geeft. That also accords with the continuation. Both riches and honor come from you. You rule over all. Everything comes from you. The lifting up of every head, whatever we become, you give us the opportunity and it becomes our responsibility. Ja, dus roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. Dus alles wat er komt, is dus afkomstig van God. Hij bepaalt dat alles. And that we should stress is the greatest gift. Because as we read in Psalm 8, on the one hand, in verse 5, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you think of him? Dat is dus het grote geschenk, want we lezen in Psalm 8. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet. And on the other hand, in verse 6, yet you have made him but little lower than the divine, and have crowned him with honor and splendor. En aan de andere kant, u hebt hem bijna God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie. In other words, even though man might seem so inconsequential, you, God, lift up man's head. You make him important. Ja, dus aan de ene kant is een mens heel erg onbelangrijk, maar God maakt dus die mens ook weer heel belangrijk. I think this also helps us to understand what the circumstance was that demanded the count in Numbers chapter 26. Ja, en dit helpt ons hopelijk ook te begrijpen wat de omstandigheden waren voor de telling in Numeri hoofdstuk 26. Now, on the one hand, we already noted that it is to count those who are able to go forth to war in Israel. En we hadden dus gelezen dat dus de telling nodig was voor de mensen te tellen die ter strijde zouden gaan trekken. But there's another very interesting hint at the purpose of this count. Maar er is nog een hele interessante hint met het doel van deze telling. At the beginning of chapter 26 we read, and it came to pass after the plague. After the plague was the count. En we lezen dus de eerste zin na de plaag. Dus na de telling komt dus na de plaag. Well, we've seen that counting can cause the plague. Here it appears that the plague caused the counting. Ja, we hebben dus gezien dat tellen een plaag kan veroorzaken, maar hier zien we dus dat de plaag het tellen veroorzaakt. And of course, on the one hand, I think we could readily understand, after a plague, it's very easy to think nothing matters. No one is significant. Everyone can just be struck down in a moment. Ja, dus na zo'n plaag zouden we dus kunnen denken van iedereen is gelijk, niemand doet er toe, iedereen is neergeslagen van de ellende van zo'n plaag. In Numbers chapter 25 we read that plague claimed 24,000 lives.
En de plaag lezen we in hoofdstuk 25, vers 9. Aan 24.000 mensen had de plaag het leven gekost. And maybe part of the reason for the count is to impress upon people, you count, you are important. Ja, en dus misschien ook de telling dat gedaan is om mensen duidelijk te maken van jullie doen ertoe, jullie tellen mee. But in addition, what caused that plague? Maar wat veroorzaakte de plaag? What caused the plague, we read in the beginning of chapter 25, we'll just summarize with verse 3, Israel joined himself unto the Baal of Peor. The idolatry of Peor. And the anger of God was kindled against Israel. Wat het veroorzaakte was dus, zo gaf Israël zich af met de Baal van Peor. En daarom ontstak de Heer in woede tegen Israël. The count is coming to teach, as we read in Deuteronomy chapter 4, that the men who followed the Baal of Peor, God destroyed. But you, who cleaved unto God your Lord, are alive, every one of you, this day. You count. Ja, en we lezen dus Deuteronomium 4, vers 3. U hebt met eigen ogen gezien wat de Heer in Baal Peor heeft gedaan. En iedereen die zich met de Baal van Peor had afgegeven, heeft hij uit uw midden weggevaagd. U daarentegen bleef de Heer uw God toegedaan en u bent nu allemaal nog in leven. And that brings us to one final message that I think emerges from the last count that we read in the book of Numbers. En dat brengt ons nog naar een laatste boodschap die zich ontleent aan de laatste telling in Numeri. In Numbers chapter 31, in verse 49, where the captains of the army come to Moses and they say, again using the same expression, we lifted up the head, we have taken the sum of the men of war that are under our charge, and there lacks not one man of us. Ja, daar komen de even kijken, de bevelhebbers van dat leger en de aanvoerders van 1000 man en die van 100 kwamen naar Mozes om te zeggen, we hebben de manschappen die onder ons bevel stonden geteld. Hebben geteld, dat betekent dus het opliften van het hoofd, letterlijk, en er ontbreekt niemand. This is in itself an amazing miracle. En dit is op zichzelf een wonder. Not only no plague, but here, going into war, where, unfortunately, it's almost inevitable that people, even on the winning side, get hurt and killed, no one is lacking. En niet, er is al in de eerste instantie, in de eerste plaats is er dus geen plaag, hè, voor hier deze telling. Maar ook al als je dus ten strijde trekt en je bent aan de winnende hand, is het dus op zich heel logisch dat er dus gewonden of doden zouden vallen. Maar hier staat dus, er ontbreekt niemand. And the way the captains respond to this is a very interesting one that will bring us to our final message from these counts. En de manier waarop deze mensen hierop reageren is heel interessant. Dat brengt ons naar de laatste boodschap hiervan. It is once again an atonement offering before God, and it is brought into the tent of meeting, into the tabernacle, for a memorial for the children of Israel before God. Ja, en het is hier ook opnieuw een offer voor God. En het wordt naar de ontmoetingstent gebracht. Naar God. Dit werd dus in de ontmoetingstent gezet. Just as the atonement offering in Exodus chapter 30. It comes to the tabernacle, to the sanctuary of God. Net zoals
De lossing die net zoals de lossing die was gebracht in Exodus 30, die dus een onderdeel van de tabernakel werd. This is after all the domain to which everyone in the nation of Israel comes, and in which everyone in the nation is joined together. En dit is dus het domein waar iedereen uit Israël, naartoe komt en waar iedereen in Israël zeg maar samenkomt en samengevoegd. Again, the antidote to standing out is not to not stand out. It's not to become insignificant, because every individual is significant. Certainly in going out to battle. Everyone in the army is important. Ja, dus het tegengif van eruit steken is dus er niet uitsteken. Maar zegt dus iedereen is belangrijk. Ook als je dus ten strijde trekt, zeg maar, is iedere onafhankelijke soldaat is belangrijk. But the goal is to stand out, not apart from, but together with everyone else. Oké, maar het doel is dus niet om uit te steken in je eentje, maar om uit te steken met alle anderen samen. That's true of all soldiers in the army, but all of us soldiers who wage the battles of God in our lives in the world. Ja, dat is zoals voor de soldaten in een leger, maar ook voor ons. Spreekwoordelijk de soldaten van God, die dus een boodschap hebben te brengen in de wereld. And you know, it's significant in this regard to return one final time to the first book of Chronicles, chapter 21, and the devastating plague that was sent by God in punishment for the count. We gaan nog even terug naar Kronieken 1, hoofdstuk 21, vers 15. God stuurde zijn engel ook naar Jeruzalem om daar dood en verderf te zijn. Maar toen hij het onheil zag dat daar werd aangericht, begon hij het te betreuren. Okay, because of the hour, we're not going to read the passage inside. But I just want to focus in particular on when God withdraws the plague. Ja, dus we gaan het niet helemaal lezen, maar we willen even iets naar benadrukken. Wanneer God dus de plaag terugtrekt. God commands Gad, David's seer, in verse 18, to say to David to rear up an altar unto God in the threshing floor of Ornan, the Jebusite, where the plague ended. En dan zegt God in vers 18, de engel van de Heer droeg Gad op tegen David te zeggen dat hij naar de dorsvloer van de Jebusiet Ornan moest gaan om daar een altaar voor de Heer op te richten. As we learn at the beginning of chapter 22, that threshing floor is none other than the site of the Holy Temple, the Temple Mount in Jerusalem. Oké, okay, en zoals we dus leren in hoofdstuk 22, vers 1, de verblijfplaats daar is dus Temple Mount in Jeruzalem. The antidote to the count is that everyone ultimately comes together, is joined together in serving God in Jerusalem. Het tegengif dus van de telling is dus dat uiteindelijk iedereen samenkomt en uiteindelijk dus iedereen samenkomt in het dienen van God in Jeruzalem. Who is included in that? I'm sorry, I didn't. Who is included in that in coming to the site of the Holy Temple in Jerusalem? En wie hoort daarbij? Wie is daar hoort er allemaal bij die dus samenkomen op die heilige plek in Jeruzalem? Well, of course, as we read in Psalm 122, verse 4,
whither the tribes went up, the tribes of God, as a testimony unto Israel to give thanks unto the name of God. All of Israel go up. Zoals we lezen in Psalm 122, vers 4, daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer, om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de Heer. But not just Israel. Maar dat is Israël. In Isaiah chapter 2, we've discussed these verses many times. We read in verse 2, it will come to pass in the end of days that the mountain of God's house will be established as the top of mountains and exalted above hills, and all nations will stream to it. En we hebben dit vaak al besproken in Jesaja 2. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Likewise, as we read in Isaiah chapter 56, verse 7, regarding the aliens, all of them, even them, will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their offerings and sacrifices will be acceptable upon my altar, for my house will be called a house of prayer for all peoples. En zo ook zoals we lezen in hoofdstuk 56, vers 7. Hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Zo spreekt God de Heer. Die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren. Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. The antidote then for the count is not don't ever count. En het tegengift is dus niet dat God niet telt. Counting for no reason remains a meaningless, purposeless, and therefore destructive act. Dus tellen zonder reden is dus nutteloos en doelloos en een slechte daad. There is no point in our standing out, standing up for nothing. Ja, het heeft geen zin om dus jezelf op te richten of ergens boven te staan voor niks. But simultaneously, if we never stand up, if we never stand out, we're also living for nothing. Maar ook gelijk daaraan, als we dus, dus dat nooit doen, nooit opstaan en nooit uitstaan, dan is het dus ook voor niks. We need to find the balance. Standing up as part of the greater whole. Standing out together with the greater whole and for God. We moeten dus een balans zien te vinden in het erbovenuit steken, zeg maar. In het grotere geheel, dus over je leven. Samen met God. Take that opportunity and see in it a responsibility to live up to your life's mission. Ja, neem die kans en de verantwoordelijkheid. Als zijn ook een onderdeel van je levensmissie. And on that note we conclude, returning to Numbers chapter 1. En daar met die noot gaan we terug naar Numeri hoofdstuk 1. Again the commandment, lift up the head of all the congregation. Dus opnieuw het gebod, richt omhoog de heel Israël. And do it, you and Aaron. Ja, en dat moet hij doen en Aaron. Imagine standing there alone before these two people, Moses and Aaron. Standing there as an individual,
receiving their blessings, receiving the recognition that comes from God through them, of our role and our mission in life. En moet je dus voorstellen dat je daar dus alleen staat tegenover die twee personen, dus Mozes en Aaron, en dat je dus van hen deze dingen ontvangt en deze zegen als het ware ontvangt als missie voor je leven. Ultimately, standing out that way is the greatest blessing of all. En dan is dus, omhoog staan, hoe heet dat, eruit steken, is dus de grootste zegen die je kan bedenken. God bless you. God zegen.